Olympische plak dat verdient. Maar of je wereldkampioen of Europees kampioen, daar krijg je niks. Echt niet? Nee. Dus je doet eigenlijk gewoon voor de ronde. Ja, dat is gewoon een hobby. Dat is het ook, je doet het niet voor geld. Maar. En wilt u dan later fysiotherapeut doen? Want daar studeert u nou. Ja. Ja, ik weet nog niet precies wat ik daarmee wil. Of ik in de praktijk wil werken of in een instelling of zo. Maar ja, ik hoop binnenkort een diploma in ieder geval te hebben. En dan zie ik daarna wel wat ik ermee doe. Maar gaat u werken en dan gaat u boksen als een hobby? Nou nee, ik blijf nog steeds boksen, zolang ik nog kan boksen, zeg maar. Tot je 35e kan je door blijven boksen en dan is het klaar. Ik weet niet of ik helemaal door wil dan, maar voorlopig wil ik nog gewoon blijven boksen. En dan doe ik dat werk wel een beetje ernaast. Ja, waarom doet u geen kickboksen? Vindt u met benen het gebruiken te zwaar? Of? Nee hoor, want ik heb hiervoor taekwondo gedaan, dus ik zou bijna zeggen dat dat logischer was om te doen. Maar ik ben gewoon toevallig een boksschool binnengelopen en ik vind dat gewoon een mooi spelletje. En wat ik net ook al zei, eigenlijk bij het boksen heb je, zeg maar, bij het amateurboksen heb je gewoon één bond. Ja. En als er een WK is, komt iedereen samen en dan heb je één winnaar, dan heb je één wereldkampioen. Ja. En dat vind ik mooi. En bij het kickboksen heb je zoveel verschillende bonden. Weet je wel, dan loopt daar een wereldkampioen. Ja, sorry, maar ik vind nog geen wereldkampioen als er nog 10 zijn. Weet je wel, ik wil gewoon, dan ben ik liever tweede. Maar dan ben ik liever tweede beste. Op een EK, maar dan wel echt de tweede. En niet zo, weet je wel. Dat zijn zo... Je vriend is op trainen? Ja. Is dat niet raar? Ja, in het begin wel even, maar, Hij is toch verbaasd, zeg maar. Ja, wel, maar ja, dat is alleen in de ring. En het is natuurlijk ook een voordeel dat als wij op trainingskamp gaan, dan hebben we het natuurlijk veel leuker dan als je met een trainer zou gaan die je amper kent of zo. Is dat wel een voordeel. Ja. En op trainingskamp gaat u dan alleen met een trainer of gaat u met meerdere mensen? Dat verschilt, maar meestal eigenlijk alleen. Of misschien met een ander meisje wel. Maar we hebben niet echt toch een heel groot team die mee kan. En wat wilt u nog halen? Nou ja, dit jaar is er niet zoveel. Volgend jaar is er een EK en een WK. En in 2016 natuurlijk de Olympische Spelen. En nu heb ik het eigenlijk net gemist in 2012. En ik weet wel dat ik er wel bij hoor. Dus ik hoop gewoon 2016 mee te doen en het goed te doen.